Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. We praten met Henk Driessen, wethouder hier in de gemeente Tiel. Henk, van harte welkom. Een aantal dossiers die lopen. Eén daarvan is de Giro. Hè. Dossiers klinkt een beetje negatief, dat is het natuurlijk niet. De laatste stand van zaken. Nou ja, de laatste stand van zaken is dat we op het ogenblik al initiatieven aan het komen zijn. Dat ze roze willen gaan kleuren in Tiel. Ja, de Giro Italia die komt door Tiel heen op 7 mei aanstaan. Ja. Ik dacht eerlijk gezegd dat je dat al bekend had gemaakt, want het is natuurlijk al wat langer bekend. Zeker. Maar het is inderdaad de eerste grote etappe, het is de tweede dag van de Giro. Uh-huh. In Gelderland vindt die plaats. En die komt inderdaad door de stad Tiel heen. Nou was er politiek gezien nogal gemorrel, hè? En dan ging het met name om de centjes. Wat was nou precies de kwestie? Nou, de kwestie was dat zo'n evenement, die roept nogal wat op. En we hebben natuurlijk niet heel veel geld over in de gemeente Tiel. En daarom hadden ze toch wat, de politiek had wat opmerkingen over. Dat het in ieder geval niet te veel geld mag gaan kosten. En daar hebben we ondanks in de commissie over gesproken met de commissie. En uiteindelijk groen licht gekregen. En hoeveel gaat het uiteindelijk kosten? Ja, we proberen het terug te brengen. Maar de schatting is rond de 20.000 euro. Je praat dan gedeeltelijk over echt centjes. En over manuren die ingezet moeten worden door ambtenaren. Ja, uiteraard. Die werkt er toch al? Ja, want dat wordt met name gebruikt in de... En we houden trouwens altijd rekening natuurlijk met de evenementen. Dus daar is ook nu weer rekening mee gehouden. Die uren, ja, die worden dan natuurlijk wel ingestoken. Hè, rondom verkeersveiligheid, communicatie uiteraard. En zo zijn er meerdere ambtenaren mee bezig. Dus zo'n 20.000 euro, zo'n groot evenement, dat is wel te verkopen? Ja, want als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt. De Giro d'Italia is natuurlijk het tweede grote wielerevenement van de wereld. Wordt in honderden landen uitgezonden, live als het goed is. Er kijken miljoenen mensen naar. En er worden mooie beelden geschoten van Tiel. Dus eigenlijk kun je zeggen dat je voor 20.000 euro zo'n 12 minuten een prachtige reclameshot op tv krijgt. Buiten dat, het moet ook mensen natuurlijk aantrekken om gezellig naar Tiel te komen tijdens die dag. Ja, want daar denk ik dat er ook de winst zit voor de middenstand. En daar zit het hem eigenlijk een beetje in, hè? Andere plaatsen doen eigenlijk al veel langer en veel meer hun best om zeg maar die evenementen op de kaart te zetten. Ben je dat mee eens? Ja, dat klopt. Er zitten wel verschillen in. Er zijn gemeenten bij die hebben echt gekozen van nou de laatste week gaan we vlammen. Arnhem bijvoorbeeld heeft ook gezegd van we doen er de eerste weken nog niets aan. Er zijn gemeenten bij die zijn al vanaf dag 1 bezig om de aandacht te trekken. Ja, zoals in Maaserwaal. Maaserwaal is heel erg actief, absoluut. En hier hebben wij gekozen om, ook vanwege de kosten, laat dat ook even helder zijn, om het wat soberder te doen. En we hopen ook juist dat andere mensen mee gaan doen. Is het wel strategie geweest? Want ik bedoel daarmee te zeggen, vanuit middenstand en ga zo maar door, was er alleen maar van ja, heel vervelend dat die Giro de Tiel komt, want er wordt de stad afgesloten. Een dag later is het moederdag en voor ons hoeft het allemaal niet. Terwijl het best wel kansen biedt. Ook bij de middenstand hoor ik wisselende berichten. Er zijn erbij die inderdaad die zien het als een kans. Maar het klopt inderdaad. Het is de dag voor moederdag. En zeker de berichten in het begin. Die werden vertaald van de stad is op slot. Is niet bereikbaar. Dat is allemaal niet aan de orde. Nee, want we hebben juist met elkaar geprobeerd het zo draaglijk mogelijk te maken. De stad zal ongeveer zo'n 2,5, maximaal 2,5 uur minder goed bereikbaar zijn. Maar daar kun je natuurlijk op inspelen, ook door, dat gaan wij in ieder geval als gemeente ook doen, communiceren van kom op tijd naar Tiel toe, kom naar het mooie evenement. Want bijvoorbeeld daar waar normaal gesproken op zaterdag de markt staat, zal nu weer een groot feestplein georganiseerd gaan worden. Ja. En dat zal ook helemaal roze gaan kleuren. Nou, daar kun je de hele dag van genieten natuurlijk. Ik heb begrepen ook met live beelden. En het is dan kortlopen naar het parcours, want ze komen ook, ik zou wel zeggen, Wielerstad Tiel traditioneel over de Waalkade heen. Zijn er nou krokodillen tranen geweest van die middenstanders? Nee, dat weet ik niet. Kijk, dat durf ik niet te zeggen. Op het moment dat je ook nog niet helemaal weet wat het allemaal gaat betekenen. Om een voorbeeld te geven. Wij gaan op de snelweg al aangeven hoe je het centrum van Tiel kunt bereiken. Het centrum blijft gewoon bereikbaar. We gaan ook extra parkeerplaatsen creëren. En als je al die dingen bij elkaar optelt, dan denk ik dat het allemaal wel mee gaat vallen. Maar als je dat niet weet, met name de middenstand, die had natuurlijk in eerste instantie echt alleen
ja, die berichten tot zich genomen van... Ja, dat, maar dat motorkans schreeuwen vanaf het begin af aan, dat maakt het allemaal wel lastig, zeg maar, om, hè, dat is de manier van aanvliegen, om daar uiteindelijk iets leuks van te maken. Bijvoorbeeld, kijk, dat is nu al veel te laat, maar ja, als er een creatieve denktank geweest was, kom er zelf mee, zaterdag, nou, dan maken we daar een roze zaterdag van. Geit, dat die stal vol zit. Ja. Maar er is dus niemand op dat idee gekomen. Nou, er worden al acties ondernomen. Ik weet dat er een aantal middenstanders al op de website het een en ander gepubliceerd heeft. Er is een restaurant die al begonnen is zijn pand roze te schilderen. Er zijn meerdere initiatieven. Het klopt wel, het had veel meer gekund. Maar ook ik heb even bewust gekozen om in het begin, zolang ik nog niet goed met de politiek heb gesproken. En zolang we ook helaas nog niet heel veel wisten, want het heeft heel lang geduurd voordat ook bij ons helder werd vanuit de organisatie vanuit Italië en de provincie. Hebben wij ook heel bewust gekozen van, nou ja, eerst maar eens even afwachten wat we allemaal nog aan informatie krijgen. Maar nu zijn we gewoon structureel al bezig met mensen te overleggen en hoe we het gaan aanpakken. Ja, en nu dus ook alle registers los. De organisatie van de profronde is er ook bij betrokken, hè? Ja, ja, die zijn vanaf het begin al heel enthousiast erbij betrokken. De Stichting Wielerpromotie Rivierenland. En die zijn ook bezig om een leuk side-event te gaan maken in samenwerking met Hotel Tiel. En, wat gaat dat worden? Ja, ik heb begrepen dat zij een bepaald met name sponsorprogramma gaan maken. Daar gaan ze de hoogste etage van het hotel voor gebruiken. Maar in ieder geval een mooi uitzicht. Absoluut. En dan kun je ook letterlijk zien dat de karavaan, zeg maar, Tiel inkomt. En vanaf dat punt ook weer zien dat ze Tiel uitrijden. Dat is een mooie punt, kun je niet hebben natuurlijk. Nee. En daarnaast hebben ze beneden, heb ik begrepen, ook het een en ander georganiseerd aan het parcours. Oftewel, die Giro d'Italia, dat is niet het doel, maar de tool. Want ook in de binnenstad, vertelde u net, wordt het een leuk feest. Ja, en ik hoop dat wij, doordat we juist op tv gaan komen, met hopelijk ook mooie beelden, dan hoop ik dat we gewoon op deze manier ook reclame maken voor Tiel. En dat men weet, hey, Tiel, daar gaan we eens een keer naartoe. En met name door de sfeer en door de mooie beelden die de mensen moet gaan lokken. Dus bij deze ook een oproep aan alle mensen uit de regio om naar Tiel te komen. Want dat is meer dan de moeite waard tijdens die dag. Absoluut. Kijk, nogmaals gezegd, het is het tweede grote wielerspectakel van de wereld. En als je dat van dichtbij mee mag maken. En ja, dat is grandioos. Afgelopen woensdag was de gemeenteraadsvergadering. Daar stond onder andere de GGD op schema. Hè? En daar bedoel ik mee het verhaal Veilig Thuis. Ja. Wat is dat? Veilig Thuis is een organisatie die 1 januari vorig jaar, 2015, is opgestart. En dat is een samenwerking eigenlijk. Mensen zullen het kennen waarschijnlijk van tv, van bijvoorbeeld kindermishandeling, huiselijk geweld. Die spotjes van het houdt niet op, niet vanzelf. Precies. Mm-hmm. En daar zijn wij als gemeente ook verplicht om dat mee te gaan organiseren. En financieren met name dus? Nou, in eerste instantie zijn daar budgetten voor gekomen vanuit de overheid. Alleen gebleken is dat het met het budget wat aanvankelijk beschikbaar was, moeten we extra gaan financieren. En dat roept nogal wat discussie op. Was dat budget, dat lag vroeger bij de landelijke overheid, nu dus bij de lokale CQ-regionale? Ja. Is daarop bezuinigd op dat bedrag of is dat hetzelfde bedrag wat één op één is doorgezet? Nee, er is meteen al een efficiency cutting opgegeven van als jullie het dichterbij kunnen gaan organiseren, dan zal het zeker goedkoper kunnen. En dat blijkt dus niet het geval? Nee, dat blijkt zeker niet, want er waren wat aannames. Alleen in de werkelijkheid blijken die aantallen meldingen, want daar gaat het met name over, die schijnt 3 keer zoveel te zijn als aanvankelijk werd ingeschat. En daar moet dus op geacteerd worden. En dan vraagt het toch meer geld en energie. En daarnaast, en dat was dan ook een discussie, en dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dat we het daarover moeten hebben, niet alleen over het geld. Uh-huh. Maar de discussie van, ja, is het allemaal goed geregeld? Helaas hebben we moeten constateren, en dat is een landelijk onderzoek geweest bij alle Veilig Thuisorganisaties, dat de Gelderland Zuid, Veilig Thuis waar wij dus onderdeel van zijn, door de inspectie als zeer slecht is beoordeeld. En ja, daar moeten alle zeilen bijgezet worden om dat goed te gaan organiseren. Nou zit je zelf ook in dat algemeen bestuur van de GGD's Gelderland Zuid. Wanneer krijg jij zelf die signalen binnen? Dan praat je alweer het laatste kwartaal, denk ik, van vorig jaar. En daar zijn we meteen op gaan acteren door een verbeterplan te laten maken.
Maar er moest inderdaad een hele hoop gebeuren. Dus we hebben in het algemeen bestuur daar behoorlijke discussies over gehad. Nou is die raad hartstikke boos daarover geweest. Wanneer heb je dat gedeeld met de raad? De raad is meerdere keren op de hoogte gebracht rondom het gebeuren. Hè, want dat heb ik ook zelf gemeld. Daarna zijn er verbeterplannen gekomen en nog interne audits. En dat heb ik gedeeld met de raad. En die hebben hun zorgen uitgesproken, terecht. Want de gemeenteraad is daar ook eindverantwoordelijk voor als je zegt van de lokale de gemeente moet het gaan organiseren. Dus die maken zich er ontzettend zorgen over. Ja, en het is niet alleen Tiel, hè, want de GGD is een samenwerkingsverband van de GGD Gelderland-Zuid van 15 gemeentes, geloof ik. 16. 16, prima. Ook in andere gemeenten speelt dit. Hetzelfde verhaal. Absoluut. Die raden zijn allemaal boos. En eigenlijk buitenspel gezet. Althans, dat vindt men. Omdat het een gezamenlijk besluit is. Nou is die directeur van de GGD Gelderland-Zuid onlangs hier geweest. En zoals die mevrouw sprak, dat is nogal bij verschillende raadsleden in de verkeerde keelgat geschoten. Op zijn minst gezegd ongelukkig. Ja, de directeur heeft de best gedaan om te beantwoorden. Alleen, het voldeed niet aan de verwachting van de gemeenteraadsleden en de commissieleden. En als je die twee dingen dan naast elkaar zet, dan kan ik me alles bij voorstellen dat de gemeenteraad ontevreden was. Ja, maar ook hoe die mevrouw zich geuit heeft, links en rechts. Nou, links. Was je er zelf bij? Ik was bij een van de bijeenkomsten was ik erbij. En dan kan ik me die boosheid wel voorstellen. Ja. En dan ben jij natuurlijk, want je bent een verlengstuk van die GGD natuurlijk, omdat het jouw portefeuille is, ben je de gebeten hond? Nou ja, gebeten hond. Ik ben inderdaad vertegenwoordiger van de gemeente Tiel in het algemeen bestuur van de GGD. En in die zin is het heel begrijpelijk dat ze mij erop aanspreken. En ik heb dan ook een opdracht meegekregen om het anders te gaan organiseren. In ieder geval dat de gemeenteraad, in ieder geval van Tiel, maar het voorstel is juist om alle gemeenteraden toch nauwer te betrekken bij de vervolgstappen rondom Veilig Thuis in samenwerking met de GGD. Nou, het uiteindelijke voorstel van het college, daar heeft de raad nee tegen gezegd. Men heeft wel zelf een motie ingediend. Hoe luidt die? Die motie, zoals ik net al aangaf, die motie geeft eigenlijk aan van wij als raad willen sterker betrokken worden bij de besluitvorming rondom in dit geval Veilig Thuis. Ja, meer vinger aan de pols. Ja, meer vinger aan de pols, maar ook keuzes. En deze motie was eigenlijk een verlenging van de motie die ik in december heb gekregen. Mm-hmm. Daarin is opgeroepen van college gaan onderzoek starten of de mogelijkheden zijn bij de niet verplichte GGD-taken. En Veilig Thuis hoeft niet verplicht bij de GGD. Of die ook op een andere manier te organiseren zijn. Dat zal in de motie, die willen ze voor 1 juli hebben. Nou, dat onderzoek is nagenoeg klaar, dus dat gaat me zeker lukken. Er waren zelfs partijen die zeiden van, nou ja, als het allemaal niet kan, dan zeggen we het contract met die GGD maar op. Ja, dat is wat makkelijker, te makkelijk gezegd. Omdat, maar het wordt wel gezegd. Het wordt wel gezegd, maar dat komt in dat onderzoek bijvoorbeeld naar voren. Wij moeten dat bovenlokaal regelen, dus als titel alleen kun je het ook niet regelen, maar is ook niet goed. Het advies is duidelijk van de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, om dat op het schaalniveau van het veiligheidshuis, van de veiligheidsregio te organiseren. Ja. Is ook logisch, omdat veilig thuis, veiligheidsregio, dat zit heel dicht bij elkaar. Keuzes maken om het dan maar zelf te gaan doen, dat wordt wat moeilijker. Een keuze maken met andere gemeenten om het wellicht op een andere manier te gaan organiseren of bij een andere organisatie te doen, dat is wel mogelijk. Zie je het zover komen? Zover ben ik nog niet, want het houdt nogal wat in. Hè? Als je kijkt hoe de organisatie de afgelopen tijd is geweest en als je dat dan zo bij een ander zou gaan neerleggen, dan denk ik, als eerste reactie, dan denk ik dat je weer terug gaat naar af en dan duurt het nog langer voordat je alles op orde hebt. Daar moeten we eens goed over nadenken. Maar nogmaals, het kan wel en daar gaan we met de raad over in gesprek. Wat vind je zelf? Eigenlijk kun je aan mij al merken van eigenlijk dat wij moeten gaan werken dat het allemaal goed gaat komen. En dan is bij de GGD denk ik de grootste kans van slagen. Maar je zit een beetje dus in een sparaat. Ja, maar daar zit je als bestuurder sowieso al heel snel natuurlijk. Want ik heb mijn verantwoordelijkheid als algemeen bestuurslid. Want dat is gewoon zo geregeld, bij wet ook. En ik ben natuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente Tiel. Ja, die natuurlijk wel de belangen van Tiel. Die hebben andere belangen. Ja.
Maar die dien je uiteraard als prioriteit. Absoluut, want een andere opdracht die ik heb gekregen, althans waar heel duidelijk is over gesproken, van eigenlijk zou de gemeenteraad van Tiel betrokken willen worden bij de verdere besluitvorming. Hè, want de Veilig Thuis moet nog definitief besloten worden dat die ook opgenomen wordt bij de GGD. Daar wil men bij betrokken worden en daar ben ik het ook mee eens. Dus ik heb aangegeven dat ik mijn uiterste best zal gaan doen om een meerderheid van het algemeen bestuur te krijgen, dat wij die besluitvorming ook daadwerkelijk bij de raden gaan halen. Ja. Want het gaat nog wel ergens over. Ja, hoeveel geld praten we over? Als je kijkt wat er nu op het ogenblik gevraagd wordt, dan zit je rond de 3 miljoen. Of we daarmee zijn, durf ik ook nog niet te zeggen. Want we krijgen nog een inspectieonderzoek in juni. En daar komen uiteraard de uitslagen bij. Hebben we het goed geregeld, dan zou je kunnen zeggen we kunnen stabiliseren. Maar ik weet ook al vanuit het ministerie dat de eisen met betrekking tot Veilig Thuis alleen maar strenger gaan worden. Ja, en wat dat weer voor gevolgen zal hebben financieel, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Tijdens die raadsvergadering trokken een aantal partijen flink van leer. Van oppositie kunnen we dat natuurlijk begrijpen. Nou is het wel een duaal bestel, maar je eigen partij CDA... Niet dat ze jou echt gesteund hebben. Nou, dat weet ik niet. Zij hebben gewoon aangegeven van wij willen als gemeenteraad dit hebben. Het zo hebben. Prima. En daar gaat de gemeenteraad over. En ik denk dat hier niet direct sprake is van steun. Want ik voelde me ook niet in die zin persoonlijk aangevallen. Absoluut niet. Het ging over van hoe het op het ogenblik georganiseerd is. Ja. En nogmaals gezegd, daar hebben mensen toch wel een paar punten te pakken. Het is gewoon niet goed. Dat zegt de inspectie ook. Ja, dan zou het raar zijn dat ze mij gaan steunen van... Goh, wethouder, wat heeft het goed voor elkaar? Nee, dat okay. is absoluut onzin. Kun je zelf verwijten dat je het misschien anders had moeten aanvliegen? Kijk, dat zijn altijd van die prachtige vragen natuurlijk... om achteraf dingetjes te constateren. Ja, tuurlijk. En dat is ook heel makkelijk. Toch? Ja, dat is heel makkelijk. Het antwoord is wat moeilijker. Ja. Probeer eens. Nou ja, kijk, op het moment dat ik als bestuurslid van de GGD... die de Veilig Thuisorganisatie heeft op het ogenblik... op het moment dat ik ermee geconfronteerd word... Mm-hmm. Toen hebben wij natuurlijk alle registers opengetrokken... om te gaan kijken wat is hier aan de hand, ja. wat kunnen we gaan doen... heeft iedereen gefunctioneerd? Nou, daar komen uitslagen uit, om het zo maar te zeggen. En daar hebben wij een stap ondernomen als bestuurslid. Ja, hoe functioneert die GGD Gelderland-Zuid in zijn totaliteit? Nou, de GGD die functioneert goed. Zijn ze dan perfect? Nee. Welke organisatie is dat wel? Er zijn wat aandachtsgebieden en helaas moeten we constateren dat bij Veilig Thuis, wat in mijn beleving ook te snel, mag ik het zo zeggen, over de schutting is gegooid. Ja, door het landelijke gebeuren. Ik denk dat gebeuren. Achteraf kijkend denk ik dat het verstandiger was geweest als er een jaartje extra tijd was genomen om die dingen te gaan organiseren. Maar jij praat altijd dan over die zachte landing. Ja, dat heeft niet direct daarmee mee te maken, maar je moet je voorstellen... Er zijn drie verschillende organisaties, dus ook drie verschillende culturen, zijn bij elkaar gevoegd. En die moesten dan het maar gaan doen. Ze zijn niet één organisatie geworden in de zin van één bedrijf. Hè, dus er waren mensen die werkten in Veilig Thuis, maar die waren aan dienst bij een andere organisatie. Ja. Als je terugkijkt, dan had dat allemaal toch iets zorgvuldiger en iets, ja, hadden we iets langer over moeten doen. Maar daar kregen we de tijd niet voor, want het moest 1 januari 2015 staan. Dus achteraf, ja, dan had je dat anders kunnen doen. Maar daar gaan wij dan niet over. Dus als bestuurslid van het algemeen bestuur van de GGD Gelderland-Zuid moet je aan de bak? Absoluut, absoluut. En daar hebben we nog een hele hoop te doen. Maar daar hopen we inderdaad gesteund te worden door onze gemeenteraden. En in die zin heb ik ook volmondig ja gezegd tegen de opdracht van... ga proberen dat wij bij de besluitvorming betrokken gaan worden. Nou, dan gaan we je daar veel succes bij wensen. En ook wij houden de vinger aan de pols. Prima, dankjewel. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende maand weer. Graag tot dan.